Dames en heren, goedenavond. Regeren of niet regeren? Dat is sinds gisteravond de kwestie voor koningin Beatrix en haar opvolger, kroonprins Willem-Alexander. Gisteravond namelijk opende D66-leider De Graaf de aanval op de macht van het Nederlandse staatshoofd. D66 wil dat de koningin uit de regering stapt en dat ze zich niet meer bemoeit met kabinetsformaties. De rol van het koningshuis is achterhaald en ondemocratisch, zo zegt de een. Misschien moet ze juist meer macht krijgen, zegt vicepresident van de Raad van State. D66 krijgt weinig handen op elkaar, maar natuurlijk wel van het Republikeins Genootschap. Nederland begint toch een soort curiositeit binnen Europa te worden, langzamerhand. Er zijn natuurlijk nog wel een handjevol monarchieën, maar die zijn toch voor het grootste deel nu volgens het Scandinavisch model dat de koning geen werkelijke politieke functie meer heeft. Dus het is duidelijk dat wij dat ook moeten doen, anders dan blijven wij in een middeleeuws systeem steken waar het koningschap inderdaad nog een politieke factor was. Wij kunnen ons verheugen in een koningshuis wat niet alleen zeer populair is in de samenleving, maar ook in het machtsevenwicht in ons staatsbestel functioneert op een wijze waarvan ik vind dat het goed gaat en er weinig problemen zijn. Dus als er weinig problemen zijn, moet je ook niet met grote oplossingen komen. Vrijwel alle politieke partijen in de Tweede Kamer zijn het hiermee eens. Belangrijke steun voor de meeregerende rol van de koningin komt vandaag ook van haar belangrijkste adviseur, Herman Tjenk Willink. En hij is de vicepresident van de Raad van State. De koningin is zelf voorzitter van die Raad van State. Tjenk Willink vraagt zich hardop af of de koningin wel genoeg ruimte krijgt voor haar rol. Aan politiek redacteur Joop Friso legt hij uit wat volgens hem de belangrijkste functies van het Nederlandse staatshoofd zijn. De eerste is bewaking van de constitutionele spelregels, de grondwettelijke spelregels. Niet alleen ten aanzien van haarzelf, maar ook ten aanzien van ministers, andere kabinetsleden. Dus voorkomen dat één partij of één persoon in de verleiding komt om de grondwet naar zijn hand te zetten. In die zin is de koningin de slaperdijk van de democratie. De wachter. De wachter van de democratie. Tweede is het symbool van eenheid. Het speelt een belangrijke rol in het gevoel dat we bij elkaar horen. En dat gevoel staat onder druk. Nieuwe Nederlanders, ouders van elders afkomstig, hier geboren, hier opgeleid, hier aan het werk, die zich vooral ook Nederlander willen voelen. En waar de koningin in hoog aanzien staat, omdat haar aandacht ook voor hen een vorm van erkenning is, erbij te horen. Daar speelt de koningin een belangrijke rol in. En ik vind dat als je bewust bent dat democratie, democratische spelregels niet automatisch gegarandeerd zijn, als je zorgen maakt over de boel bij elkaar houden, dan moet je twee keer bedenken voordat je aan het koningschap gaat morrelen. Nou, als ik u goed beluister, zegt u eigenlijk, de discussie die D66 nu lostrekt, brengt eigenlijk de eenheid van de staat en de bewaking van de constitutie in gevaar. Ik vind in een democratie is natuurlijk een van de elementen van de democratie is publiek debat. En dat publieke debat, voor zover dat gevoerd zou moeten worden op dit moment over de monarchie, zou moeten gaan over de vraag of we de koningin voldoende mogelijkheden geven, of ze voldoende ruimte krijgt om die twee functies zo goed mogelijk te vervullen. Daar moet het om gaan. Een van de punten die D66 aanhaalt is bijvoorbeeld de rol van de koningin bij kabinetsformaties. Alle fractievoorzitters gaan naar het paleis en dan rolt er een advies in welke kant de kabinetsformatie op moet gaan. Daarop is eigenlijk geen democratische controle mogelijk, zegt D66. Kabinetsformaties zijn in ons stelsel inderdaad een zwak punt. Maar daarin is niet de koningin het probleem. Maar het probleem is dat de fractievoorzitters, de meerderheid van de Kamer, niet tot één advies kan komen over welke coalitie er moet komen en wie er formateur of informateur moet worden. En door de koningin uit dat proces te halen, los je dat probleem niet op. Meer bevoegdheden, of juist minder, dat zei Van den Berg al. Want volgens de antimonarchisten is Nederland een rariteit in Europa. Omdat Nederland het enige land is waar de koning niet alleen staatshoofd is, maar ook deel uitmaakt van de regering. Toch is dat in de politieke praktijk niet doorslaggevend, zeggen deskundigen. De invloed van een vorst is niet alleen afhankelijk van wat er in de grondwet staat. Koning Albert II, bewaker van de Belgische eenheid. Koning Juan Carlos, bewaker van de Spaanse grondwet en de democratie in dat land. Koningin Elisabeth, symbool van de grootsheid van Groot-Brittannië. Er zijn veel vorstenhuizen verdwenen in Europa, maar 8 landen houden hun monarchie in ere. Dat zijn Noorwegen, Zweden, Denemarken, Groot-Brittannië, Spanje, Luxemburg, België
en Nederland. Van alle Europese vorsten heeft de Zweedse koning Carl Gustaf de minste bevoegdheden. Zijn rol is zuiver ceremonieel. Aan een kabinetsformatie komt hij niet te pas bijvoorbeeld. Koningin Beatrix's rol is veel meer verweven met de politiek. Al was het maar omdat zij de kabinetsformateur moet aanwijzen en daarmee aan de wieg staat van elke nieuwe regering. Volgens staatsrechtdeskundigen heeft dat in ons land een duidelijke functie. In een meerpartijenstelsel, zoals het onze, is de vorming van een kabinet altijd een stuk ingewikkelder dan wanneer er een meerderheidspartij is. En dan gaat het erom wie neemt het initiatief, wie doorbreekt mogelijke impasses, wie grijpt in als het formatieproces stagneert. Bij dat proces is ook in andere landen de koning of koningin betrokken. In iets mindere mate geldt dat ook voor de Deense situatie. En het geldt zelfs heel sterk voor de Belgische situatie, waar het nu wat minder ingewikkeld gaat dan een aantal jaren geleden. Maar waar momenten zijn geweest dat iedereen zo ongeveer smekend keek naar de koning met de vraag: grijp alsjeblieft in. In Groot-Brittannië is altijd maar één partij aan de macht. En dat scheelt dus een hoop gehakketak. Engelse staatsrechtdeskundigen wijzen erop dat er in Engeland alleen maar geen probleem is. Zolang als er één partij een duidelijke parlementaire meerderheid verkrijgt, is dat niet zo. Dan doen zich daar waarschijnlijk dezelfde problemen voor als in Nederland. Nederland vormt volgens Van den Berg eigenlijk alleen een uitzondering, omdat de monarchie formeel, juridisch dus, anders is geregeld. Maar wat koningen en koninginnen in ieder geval met elkaar gemeen hebben, is dat wat prins Klaus ooit de core business noemde. Linten doorknippen, kransen leggen, openen, ontvangen, uitzwaaien. Vanmiddag doopte de koningin een splinternieuw luchtverdedigings- en commandofregat in de haven van Vlissingen. Wat vindt u van het voorstel van meneer de Graaf om de macht van de koning in te perken? Lijkt nergens op. Hij maakt van het koningshuis, wat nu een fundament van de Nederlandse samenleving is, een ornament, een versiering. Heeft me verbaasd, hè, de relatie naar de opvolging en ook de reden waarom. Als er een aanleiding is, kan ik me voorstellen dat je heel voorzichtig dat oppert, maar we hebben geen aanleiding. Ik vind het dat mag blijven zoals het is. Waarom? Ik moet gewoon blij zijn dat we een koninkhuis hebben. Ik ben vandaag hier uitgenodigd en daar ben ik de bank bijzonder dankbaar voor om terug te gaan in mijn beroep als dat is het core business, namelijk linten doorknippen. Is dus het een en ander losgemaakt, maar D66-leider De Graaf wil vandaag niet reageren op alle kritiek op zijn voorstellen. Morgen ligt hij in het televisieprogramma Buitenhof zijn plannen toe en maandag geeft hij verdere uitleg tijdens een hoorcollege in Groningen.